via de snelweg naar Arnhem, de grens over en vanaf Emmerich heerlijk binnendoor gereden naar Winterspelt in de mooie Eifel. Winterspelt is een klein plaatsje met slechts 862 inwoners en maakt deel uit van Eifelkreis Bitburg Prüm. Ons reisdoel, Haus Hubertus. Vanuit Winterspelt hebben we twee routes gereden. Op dag 2 reden we voornamelijk in de Eifel en bij de Moesel. Weidse blikken met bochtige wegen werden afgewisseld door bosrijke gebieden met haarspeldbochten. Dag 3 reden we voornamelijk in Luxemburg, waarbij we langs diverse bekende plaatsen reden, zoals Diekirch, Boerscheid, Wiels en Putscheid. Het was die dag gemeen warm, zo rond de 35 graden. Maar dat is natuurlijk beter dan regen. Het Zwarte Woud, die naam komt van de Romeinen, een dicht bebost gebied en middelgebergte in het zuidwesten van Duitsland. Ons logeeradres heette Hotel Wiedener Eck. Wiedener Eck in natuurpark Zuid-Schwarzwald op de pashoogte van 1050 meter tussen Münstertal en Wiesental is in 1901 gebouwd. Het is al meer dan 100 jaar in handen van de familie Wiesler, ook nu nog. Een prachtig 4-ster hotel met in totaal 27 kamers, wellness en niet te vergeten een zwembad. Daar hebben we elke dag dankbaar gebruik van gemaakt. De kamer dankzij een upgrade gewoon super, lekker ruim, een balkon met prachtige vergezichten. Thank you.
Het eten uit de regio was voortreffelijk. De bediening top, met name onze eigen kelner Wolfgang. Wat een prachtkerel. In totaal zijn we hier 4 nachten geweest en we komen zeker nog een keer terug. Maar we kwamen hier natuurlijk ook om motor te rijden. En dat hebben we gedaan. Zo zijn we richting de Rijn geweest en naar Veldberg. Wederom weer prachtige routes. Door zijn rijke natuur is het Zwartewoud sprookjesachtig mooi. De donkere en geheimzinnige bossen, het verbluffend mooie natuurpark en de overweldigende meren en stuwmeren moet je gewoon gezien hebben. Wij zijn bij de Titicee en de Sloegzee geweest. De wegen zijn op zich goed bereikbaar, maar ook hier hadden we nogal eens last van strassenscheden. Lange, lome bochten op brede wegen worden afgewisseld door kleinere wegen met nog scherpere bochten. De voor ons spannendste weggetjes noemden wij een Gradus weggetje. Gradus is de maker van alle routes die wij gereden hebben en dat doet hij goed. Maar zo'n Gradus weggetje is heel smal, soms met zeer slecht wegdek, maar vooral heerlijk slingerend een berg op of af. Dat je een auto, vrachtauto of tractor tegenkomt. Altijd weer een gedoe met zo'n Coldwyn. Maar als die hindernis genomen was, toerden we weer heerlijk verder. Puur genieten dit. Op dag 7, de laatste dag in Wieden, zouden we naar de Vogezen in Frankrijk rijden. Toen we de gordijnen opentrokken, zagen we regen, hagel, harde wind en onweer. Gezien dit noodweer hebben we dat maar niet gedaan. Wij hebben ons wel vermaakt in het hotel met deze verplichte rustdag. Dat was voor ons bepaald geen straf. We gaan naar Pfunds in Oostenrijk en het is weer prachtig zomerweer. We rijden via de L151 en 153 naar Geurwil en dan door naar Zwitserland. De route ging onder Liechtenstein en door de Vaux naar de Fluwelenpas. Davos is bekend van de wintersport. De Fluwelenpas vormt de hoofdverbinding tussen Enkeling en Davos.
en ligt bijna 2400 meter boven zeeniveau. Een groot deel van het jaar is deze pas gesloten in verband met sneeuw. Maar toen wij er waren, lag er nog maar een klein beetje sneeuw. De transformatie van het middelgebergte in Duitsland naar het hooggebergte in Zwitserland en Oostenrijk was adembenemend. Dit zijn de serieuze bergen. Woehoe! Pfunds ligt in Tirol. Tirol ligt in het westen van Oostenrijk en grenst aan Zwitserland en Italië. Het meest bekend is Tirol om de wintersport. Maar ook in de zomervakantie is het voor velen een geliefd oord. Majesteuze bergen, alpenweiden, stroompjes, bergpassen en gletsjers kom je ook in de zomer tegen. En het is ongelooflijk mooi. Pfunds bestaat sinds 1282. Het was een welvarend dorp door het handelsverkeer tussen Augsburg en Venetië. Dat handelsverkeer ging via de Rezenpas en de Fernpas. Deze passen hebben wij onder andere ook gereden. Ons hotel is Hotel Traube en bestaat sinds 1586. Het was eerst een klooster en pas later een gasthof. De nog steeds machtige hallen met pijlers, als ook de oude muren, geven het hotel een bijzondere uitstraling. En ook dit hotel is een familiebedrijf, namelijk die van de familie Fuchs. De tour van dag 9 ging naar het Kaunertaal. De Gletscherstrasse. We hadden geluk. Door het noodweer van een week daarvoor was de weg verdwenen onder een laag stenen en modder. Maar, zoals jullie zien, was dit net weggehaald en konden wij er langs. De Kaunertaler Gletscher in het Tiroler Oberland ligt aan het einde van het gelijknamige Kaunertaal. Om de Kaunertaler Gletscher te bereiken, moet je over de Gletscherstrasse. Die loopt van het dorp Veichten op 1273 meter tot aan de rand van het eeuwige ijs op een hoogte van maar liefst 2750 meter. De Kaunertaler Gletscherstrasse is een prachtige panoramaweg en telt in totaal 29 bochten. Over een afstand van 26 kilometer overwint de weg bijna 1500 meter hoogteverschil en passeer je diverse klimaatzones. Voor de weg moet wel tol betaald worden, maar onderweg kom je ogen tekort om van de natuur te genieten. Zo rijd je gedurende enige tijd langs de oevers van de Kapatsch-Stauzee en kom je diverse watervallen tegen.
Het einde van de Kaunertaler Gletscherstrasse ligt op een hoogte van 2750 meter en hier bevindt zich gletsjerrestaurant Weißsee. Dag 10, de Hatenjochpas. Op deze gejatte foto's is te zien hoe het eruit ziet. Maar zo zagen wij het. De hele dag regen en mist. Maar de route hebben we uitgereden. En op dag 11 ging de tour via de oude Brennerpas naar de Jouvenpas. Terug reden we via de Timmelsjoch. Het was weer prachtig weer en via mooie wegen en slingerweggetjes reden we via de oude Brenner Italië binnen. Aan het landschap merk je het verder niet. Niet voor niks wordt dit stuk Italië Zuid-Tirol genoemd. De Brenner is niet hoger dan 1375 meter. Daarom van oudsher een makkelijke plaats om van Oostenrijk via de Alpen naar Italië te gaan. De nieuwe Brenner, de E45 of ook wel A13 genoemd, loopt nu door de pas en is een belangrijke Noord-Zuidverbinding in Europa. De naam stamt vermoedelijk uit 387 voor Christus. De Galliër Brennus bedreigde toen Rome. Dit is de Jouvenpas. De Jouvenpas is 2099 meter hoog en verbindt het Paaseierentaal bij Sankt Leonard met het Wieptaal bij Sterzing. Een bochtenrijke weg is 39 kilometer lang en heeft 23 haarspelbochten. Veel motorrijders die de pas gereden hebben zeggen het gevoel te hebben in de gaten te werden gehouden. Nee, niet door mens of dier, maar door twee majesteuze reuzen die over de Jouvenpas waken. De Jouvenspits van 2483 meter en de Sanksner van 2359 meter zijn de verantwoordelijke giganten die al duizenden jaren hun blik over de pas laten gaan. En dan na zo'n toerrit is het heerlijk thuiskomen in het hotel. Natuurlijk eerst douchen en dan genieten van een drankje op het terras. Gevolgd door een voortreffelijke warme maaltijd. En een toetje. Na de koffie even een rondje lopen. We hadden zo onze eigen route. Door het dorp. Langs de brug met toren, over de Alpenweide en via de brug over rivier de Inn weer terug.
Wat een heerlijk hotel. En wat kunnen we er heerlijk relaxen. Geweldig gewoon. Dag 12. Leg en de Salfretta waren ditmaal aan de beurt. Wederom een geweldige route. Het is eigenlijk gewoon te veel om te laten zien. Maar vooruit, toch een paar beelden. Leg is vooral bekend omdat de koninklijke familie er jaarlijks komt in de voorjaarsvakantie. Het ligt op 1444 meter hoogte en is omgeven door bergtoppen van 2500 tot 3000 meter hoog. Leg is gelegen in het zogenaamde Arlberggebied, zo genoemd naar de Arlbergpas, die de grens vormt tussen Vorarlberg en Tirol. De Silvretta is een bergmassief en maakt deel uit van de centrale Alpen van de oostelijke Alpen. Vorarlberg en Tirol worden met elkaar verbonden via de Silvrette Hoogalpenstrasse. Deze loopt over de bergpas Bielenhöhe op 2032 meter. De hoogste bergtop van de Silvretta is de Pies Linard van 3414 meter. Deze ligt in Zwitserland. Dag 13 zijn we via de Timmelsjoch naar Merano geweest. Op de terugweg kwamen we over de Rezenpas. De onder motorrijders bekende Timmelsjoch is normaal gesproken vanaf half juni tot half oktober begaanbaar. Dit is met 2509 meter de hoogste pas in Oostenrijk en voert naar Italië. De weg is vanwege de grote stijgingspercentages verboden terrein voor vrachtwagens. Maar dat vonden wij helemaal niet erg. Voor deze pas moet je wel tol betalen. Bij de tolpoorten is ook een motormuseum met een grandioos groot restaurant en een prachtig panorama. De Rechenpas is een bergpas in de Raetische Alpen op de grens tussen Oostenrijk en Italië. Het is vooral bekend om de verzonken stad Graun in het Rechenmeer. De kerktoren werd behouden toen door een stuwmeer het water steeg. Deze kerktoren vormt nu het symbool voor het gemeentewapen van Graun im Vinschgau. Dag 14, onze laatste dag in Oostenrijk. Vandaag staat de bekende Stelvio op het programma. De Stelvio-pas is de hoogste pas van Italië. Hij is zelfs met 2758 meter de één na hoogste in Europa. De weg verbindt Bormio en de Val Tellina met Trafoi en de Val Venosta. De pas heeft 48 haarspelbochten aan de noordzijde
en 39 aan de zuidzijde. Deze beginnen vlak boven de boomgrens. Deze weg staat op nummer 2 van de 19 gevaarlijkste en meest gecompliceerde wegen ter wereld. Maar als motorrijder moet je hem een keer hebben gereden. Doe het dan niet zoals wij, in het hoogseizoen en op een zondagmorgen. Het was filerijden tot aan de top. Wielrenners, auto's en motoren probeerden allemaal boven te komen. En ook daar was het een chaos. Wij hebben alleen bergafwaarts gefilmd, toen was het tenminste een stuk rustiger. Toch blijft het een indrukwekkende rit. Wat een mooie en overweldigende natuur. Op dag 15 alweer zijn we naar Treiskanen gereden. Het grootste deel natuurlijk over de snelweg. Maar eenmaal aangekomen bij de Moezel kwam het herkenbare landschap weer tevoorschijn. En ook hier rijdt het lekker hoor. We hebben op dag 16 en 17 twee leuke Moezel- en Rijnroutes gereden. Het hotel waar we verbleven droeg de naam Osterman. En ook hier hadden we weer een prachtig zwembad tot onze beschikking. Het eten was er lekker, het personeel aardig. Op eentje na dan. En terwijl we kijken naar beelden van een gratis weggetje ergens in Oostenrijk, besluiten we deze video met het bedanken van een paar mensen. Ten eerste Dirk-Jan en Agnes van Cobitex Motorreizen voor het organiseren van deze spectaculaire reis.
waren stuk voor stuk fijne en luxe hotels met heerlijk eten. Vooral die met een zwembad. Man, dat is genieten. En Grades, wat een prachtige routes hebben wij mogen rijden. Door overweldigende natuur, slingerende wegen, ontelbare haarspeldbochten. Soms heel hoog, langs diepe afgronden. Dan weer door een uitgestrekt landschap met lome bochten. Wat hebben we ervan genoten? Dit was onze superreis door Europa. We hebben geprobeerd jullie te laten meegenieten. Maar met zoveel film- en fotomateriaal is het onmogelijk om alles te laten zien. Toch hopen we dat jullie een aardig beeld hebben gekregen van onze vakantie. We zeggen dan ook, Servus, Grüß Gott und Auf Wiedersehen. Dit Grades weggetje eindigde achter een onpasseerbare tractor.